jaren dat dat aanbod in Schadeland aan het veranderen is. Wij hebben in 2014 uiteindelijk onze netwerkstrategie aangepast. Daar waar tot 2014 op elke vestiging wij alle werkzaamheden deden. Dus eigenlijk als organisatie 100% universeel was. Is dat wij het model in 2014 gestart zijn met satellietvestigingen. Hebben er drie, misschien maar drie, maar voor ons al drie. Waarin we nou een goede anderhalf jaar onze ervaringen opdoen. Waar puur en alleen cosmetisch werk wordt uitgevoerd. Voordeel voor opdrachtgevers, daar onder andere dat de snelheid van werkzaamheden en de hoogfrequentie daarvan de efficiëntie vergroot. En wij daar met significant lagere doorlooptijden onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dan dat die werkzaamheden geïntegreerd zouden zijn in een vestiging waar we naast cosmetisch werk uiteindelijk ook technisch complex werk uitvoeren. Wij zullen meegaan met de trend van de markt. Dat is een belangrijke reden om dit congres bij te wonen, verbind ik natuurlijk. Wij zijn onze onderneming steeds meer om aan het buigen van een facilitair bedrijf naar het schadeherstelsegment. Dan alleen maar een onderdelenleverancier te zijn. We hebben de weg bewandeld in tegengestelde richting. Meer omzet in een dalende markt. En dat hebben we gedaan met meerdere kwaliteitssoorten aan te bieden. Meerdere merken, meerdere landen beleveren. En natuurlijk is het zo dat het schadeherstelbedrijf alleen maar gebaat is met nog een verdere optimalisatie van het schadeproces. En daar kunnen wij een belangrijke rol spelen. Om één stopmoment te hebben, één levermoment, één factuurmoment. Dat kan een wezenlijk verschil maken in de verhouding productief-improductief. En daarin zullen wij verder mee ontwikkelen. Dus ja, vooral goed luisteren naar onze klanten.